Een goedemiddag bij de highlights van week 6 van de Dutch Darts Quarantine League. Het is de ene laatste week en misschien wel de belangrijkste week van deze league. We begonnen met Jimi Hendrix tegen Iron Conteman. Beide hadden nog kans op kwalificatie. Hier uh, Conteman begint dus goed. hè. staat met uh, 2-0 uh, voor. Jimi Hendrix komt dan terug en daar zal deze 104 ook zeker bij helpen. Kijk eens aan, dubbel 16 gaat erin. 2-2 staat het dan. En uh, zo gaat deze wedstrijd eigenlijk een beetje gelijk op. Konteman staat dan op 126, gaat hij dan uit dubbel 6? Nee, die gaat niet uit. En dan krijgt Jimi Hendrix de kans om op uh, voorsprong te gaan komen. Dubbel 10, één pijl is ervoor nodig. En uh, dan uh, pakt uh, Hendrix nog zijn eigen leg, pakt dus zijn eigen punt. Zijn eerste punt en dan hier deze dubbel uh, 10, pakt hij de wedstrijd mee. Dan O'Rolofs tegen Kevin Doets, nummer 1 tegen de nummer 2. Doets die kwalificeerde zich vorige week al, maar zal hier niet willen verliezen. Mooie 73 finish en je ziet, het staat 6-1 al. Oom Roelofs had een moeilijke wedstrijd. Beide mannen trouwens uh, hebben beter niveau gezien. Maar uh, kijk ook even naar die finish. Zo net 155, wat een finish van Oom Roelofs. Die nog echt wel laat zien dat hij uh, kan darten. Hier ook 86 uitgegooid. Maar als het dan 6-4 staat, dan uh, is het toch uh, ten einde geweest. Kevin Doets gaat naar dubbel 2 en die is raak. Berry Van Peer tegen Heine Uldriks. Ja, als Van Peer hier geen punten wist te pakken, dan had het nog een hele spannende league geworden. Hier een mooie finish in die eerste leg. 128 wordt uitgegooid door de altijd sterk finishende Berry Van Peer. En ook hier zie je dat het uh, gelijk uh, uh, aangaat tussen de beide mannen. Een goede score hier van uh, Van Peer. Let ook even op uh, deze leg. Oldrichs eh, die begint dan wat minder, maar Van Peer die gaat gewoon weer verder met, uh, met scoren. Gooit hier een 140er. Maar dan komt ook Oldrichs terug hoor. De eerste twee trippels zitten erin. En Hoppa derde zit erin. Een 180er van Heine Oldrichs die eigenlijk door het hele competitie door al goed is in die 180ers uh, gooien. Maar Barry van Peer die kan er ook wat van hoor. Kijk eens. Na de 180er van Oldrichs gooit Van Peer een 180er en zet hem weg op 47 na 12 pijlen. Oldrix weet geen druk te zetten. De vis in de pijl. Die gaat in de dubbel 16. En dus pakt Barry van Peer de voorsprong. In deze belangrijke wedstrijd voor hem. En uh, het kwalificeren voor de play-offs. Wat volgde was opnieuw een goede leg. Een wat mindere start van Heine Oldrix. Maar je zal zo, zo direct zien. Ja, dat hij toch uh, terug uh, zal komen. Met een uh, aantal prachtige scores. Je ziet hier twee mindere beurten van Oldrix zelfs. Van Peer begint gewoon met 100. Die gaat gewoon verder met scoren hier. 180 er zelfs. Maar toch weet Uldricks uh, terug te komen. Een echt een uh, wedstrijd uh, waar de darters aan elkaar gewaagd uh, zijn. 180 hier van, uh, van Uldricks. Eén van de wedstrijden met het hoogste niveau van dit toernooi. En kijk even naar het beeld van Uldricks. Naar deze geniale wegzetbeurt. 170 laat 36 over. Van Peer lukt het niet om uh, 161 uit te gooien. En dan is maar één pijltje nodig voor Uldricks om die 36 uit te gooien. Van Peer pakt vervolgens zijn eigen lek. En dat kan Oldrix uh, ook. 72 wordt uitgegooid. Vier keer op rij. Gelijk spel voor Heine Oldrichs. Maar dat is genoeg voor een zekere kwalificatie. Dan Vincent Kamphuis tegen Danny Oldekalter. Danny Oldekalter was op deze vrijdagavond nog de enige die kans had om die top 4 te behalen. Maar ja, dan had hij wel een uh, winst nodig. Dat uh, bleek toch moeilijk in deze ja, iets wat matige partij, gaven de spelers zelf ook toe. 106 finish wel uh, van Vincent Kamphuis. Hij kan uh, nog wel degelijk daardoor. hoor. Maar dat uh, kan Danny Oldekalter uh, ook. Kamhuis 62 gaat naar tops. En uh, die gaat erin. En dus uh, wordt het 5-5. Kamhuis pakt dan eigen eigenlijk voor het eerste punt in deze wedstrijd. Maar kan niet voorkomen dat uh, Danny Oldekalter hier tops met zijn derde pijl gaat uitgooien. En dus een gelijk spel afdwingt. Dan kijken we naar het kassement, en dan wordt het eigenlijk ja, wat minder spannend volgende week. Kevin Doets, Heine Oldrichs, Berry van Peer en Omen Roelofs hebben zich al gekwalificeerd. Kevin Doets blijft sowieso op nummer 1. Het wordt wel spannend wie dan op die nummer 4 komt, want je wil Kevin Doets niet treffen. Hendriks, Kalter, Conteman en Kamphuis, helaas uitgeschakeld, gaan vechten volgende week om die plek nummer 5. Dan zien we de wedstrijden van deze aankomende week op 2 juni, op de dinsdag, alles om half negen. Danny de Calte tegen Jimi Hendrix, staat om het om dat gevecht. Dus, nummer 5. Roelofs tegen Van Peer, dat misschien wel de belangrijkste wedstrijd. Conteman tegen Kevin Doets. En de, het weekend eindigend is Vincent Kampuis tegen Heine Oldrinks. Dankjewel uh, voor het kijken van deze highlights en uh, we hopen jullie te zien aankomende dinsdag.